Nou, ik ben vandaag in Eindhoven en hier in Dordrecht geweest om projecten te gaan bekijken die echt goed inspelen op klimaatverandering. We krijgen steeds meer extreem weer, meer droogte, meer hitte en aan de andere kant meer hevige stortbuien die in één keer ervoor zorgen dat het riool overstroomt. En hier zie je goede projecten wat je daar nou aan kan doen. Meer groen in de wijken, zodat meer water vastgehouden kan worden en het niet over dat verharde oppervlak in één keer wegstroomt. Meer bomen ook, want die geven ook verkoeling en dat helpt bij hittestress. Dus hartstikke goede voorbeelden waarbij je kunt zien hoe niet alleen in de openbare ruimte van de gemeente, maar ook op de sportvelden en ook bij mensen thuis in de eigen tuin er heel veel gedaan kan worden.